ik ben ontzettend trots dat we hier nu in de werkkamer van gedeputeerde Traag zitten. En we gaan haar vragen stellen. Als eerste, welk Achterhoeks maakbedrijf heeft u laatst nog bezocht? Ik ben heel recent nog bij TP Metal geweest in Montferland, in Serenberg. Ja, was een Paul mooi bedrijf. Ja, met Paul van U. Was een mooi bedrijf. Ja. Ja. Ja, en wat valt u dan op? Wat me opvalt is, want ik ben natuurlijk bij meerdere Achterhoekse bedrijven geweest, onlangs ook nog bij Q-Concept. Wat me opvalt is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van de ondernemers. En ook het innovatieve wat er uitstraalt. Het is zeker geen sombere club, maar het zijn echt mensen die er echt voor willen gaan. Dat valt me echt op. De maakindustrie hebben we naast food en health en energie als een van onze topsectoren beschouwd. Nou, dat geeft al aan dat we de maakindustrie heel belangrijk vinden. Als je kijkt naar de werkgelegenheid, er zijn iets van 7500 bedrijven in Gelderland die in de maakindustrie werkzaam zijn. Dan praat je toch gauw over ongeveer 100.000 werknemers. Nou, in de Achterhoek is van de werkgelegenheid circa 12% richt zich op de maakindustrie. En dat blijkt dat gewoon een hele belangrijke component is in de economie in de Achterhoek. Nou, wat we zien is dat de maakindustrie draagt ook bij aan exportbevordering, draagt bij aan innovatie. En houdt zeg maar ook het economisch klimaat in de Achterhoek op een relatief goed peil. We zien natuurlijk ook beweging, we zien natuurlijk ook dat het wel minder wordt. Tegelijkertijd proberen wij ook als provincie juist ook dat innovatieklimaat sterk te verbeteren. Nou, dat doen we onder andere door ook in te zetten op, waar u zelf een voorbeeld van bent, het Achterhoekse Centrum voor Technologie. Nou, het ACT is een van de voorlopers daarin. Dat doen we nu in heel Gelderland via de RCT's. En we hebben natuurlijk ook ons financieringsinstrumentarium. Wat we via Oost NV en PPM Oost wegzetten. Waarbij we zowel startende maakindustrieondernemers als ook zeg maar, de volgroeide maakindustrie proberen te steunen in hun weg op weg naar economische haalbaarheid en economisch rendement. Maar wij zijn laatst samen op bezoek geweest in het rondje wat u vaak maakt bij VDM, een 3D-printbedrijf. Ja. Dat is niet het enige 3D-printbedrijf in Gelderland, bij wijze van spreken. Wat is uw mening van die trend? Ja, dat vind ik echt een beetje toppunt van innovatie, die 3D-printen. We zijn inderdaad bij VDM geweest. Vond ik ook erg leuk om te zien wat daar dan gemaakt kan worden. Dat ze nu ook aan het nadenken zijn om 3D-printers geschikt te maken voor protheses te kunnen maken. Ook voor allerlei andere zaken. Volgens mij is dat een enorme ontwikkeling, een enorme innovatie die enorm invloed zal ook hebben op de economie. Want dat betekent natuurlijk ook alles van, wat betekent dat voor toeleveranciers? Wat betekent dat ook voor de producten? Hoe reageren de consumenten erop? Ja, ik vind dat een hele interessante ontwikkeling. En het is mooi dat er in de Achterhoek, dat ook via VDM bijvoorbeeld, ook een mooi voorbeeld is van een 3D-printer ondernemer. Ja, want daar geloof ik zelf heel erg in. Hè. Zo'n ontwikkeling gaat het beste als de markt eraan trekt. VDM is daar een mooi voorbeeld van. Maar ik weet dat er ook in de rest van Gelderland mooie voorbeelden zijn van bedrijven die in de Betuwe 3D-printers maken. In de Achterhoek wil ik zelf heel graag op metaalprinten, 3D-metaalprinten inzoomen. Kunststof is ook belangrijk, maar metaalprinten is iets waar ik nu met een groepje bedrijven mee bezig ben. En ja, dus ik deel een mening. Ja. En ik vind het fantastisch om dat gewoon maar eens verder te onderzoeken hoe we daar gebruik van kunnen maken. Goed. En weet je wat ook volgens mij ook heel interessant is, naast metaal, om ook te kunnen kijken of je 3D-printen met bijvoorbeeld biomassa, stoffen gemaakte biomassa, of je dat ook kunt gebruiken voor 3D-print, dan heb je helemaal de circulaire economie volbracht. Nou, dan heb ik een nieuwtje. Bedrijf uit Winterswijk, die maakt ook een 3D-printer. Dat kunststof wat eruit komt, dat wordt dus van biomassa gemaakt. Ja, dat is echt top. Volgens mij past dat ook heel goed bij wat wij willen met een duurzame samenleving. En enerzijds duurzaam en anderzijds toch ook het economische onderdeel ervan. Als je dat op deze manier kunt combineren, dan ben je volgens mij, zeker ook in de Achterhoek, kun je spekkoper zijn. Ja, beste kijkers, als jullie daar meer over willen weten, kijk op mijn weblog www.act-nu.nl. En wat ook kan, is mijn Twitter-account. Dat zeg ik er normaal gesproken niet bij. Maar ik weet toevallig dat de gedeputeerde Traag ook mijn Twitter-berichten soms doortweet. Daar ben ik ontzettend trots op. En dat gaan ook altijd alleen maar inhoudelijke dingen. Dus niet wat ik 's ochtends op mijn brood gedaan heb. Maar het gaat altijd over innovatie in de Achterhoek.